Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze goed nieuwe Grand Theft Auto, of gewoon GTA 5 aflevering hier op Crazy Game Kings for Life. Dus ja, hoop dat jullie het leuk vinden natuurlijk. En we hebben, als deze video online staat, de 100 abonnees behaald. En ja, applaus voor jezelf, want 100 abonnees is voor mij best wel veel. Voor anderen natuurlijk weer niet, maar ja, voor iedereen is het anders. Dus, maar als je met 100 abonnees hebt, dan ben je wel blij, hoor. Dat kan ik je garanderen. En, ja, nu wil ik eigenlijk een soort van, giveaway-achtig iets gaan doen, maar dan heb ik één probleem. Ik weet mijn god niet wat die giveaway dan moet zijn. Dus, hebben jullie enige suggesties? En ik heb geen GPC, nee, zeker niet. Misschien, ja, weet ik wel. Ik zie het vanzelf wel. Maar 100 abonnees in toch bijna een jaar tijd. Dus, ja, op zich, ja, redelijk wat. Maar het kan altijd nog omhoog, dus oh, dit is niet slim. Kijk, ik kan nog iets zeggen. Nee, niet echt. We hebben gewoon 100 abonnees. Dat is toch best wel veel. Maar ja, dat blijf ik herhalen. Ik blijf ook gewoon lekker doorgaan met GTA 5 video's maken zoals deze. GTA 5 blijft nog steeds het beste spel dat er is, vind ik dan. En ja, binnenkort komt er ook nog Call of Duty. Call of Duty Black Ops 3. Lekker zombie mode spelen met alle vrienden. Dat is wel leuk om te zien, denk ik. Rainbow Six Siege komt nog op ons kanaal. Dus, ergens in november of december uit of zo. Black Ops 3 in november. Dus dat komt er nog. Dat komt nog best wel. Ja, we zitten ook al op 200 video's. Dat zag ik laatst. Dus het zijn ook nog eens veel. Nou ja, we halen alles een rijtje. We komen naar record. Dus ja. Maar ik wil jullie. Komt gewoon niet meer uit mijn oor. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het abonneren. Voor de likes, voor de support, alles. En ik hoop dat ik jullie weer zie bij een volgende GTA 5. Andere game. Aflevering. En dan hier op Crazy Game Games for Life. Dus dan ga ik lekker deze store overvallen. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Houdoe. It's okay to sit with shitheads. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So call it if they call living, but I call it strange, and I bet I'll do it.